Axel van de Stribiep. Van de Stribiep. Van de Stribiep. En dit is een item waar ik eigenlijk altijd naar uitkijk, want over stripverhalen kom ik eigenlijk graag veel te weten. En Axel de Puit hangt daarvoor aan de lijn, want dat is natuurlijk de stripkenner uit onze streek. Dag Axel. Dag Paul. Ik heb begrepen dat je het vandaag zou gaan hebben over dieven. Ja, vandaag gaan we wat meer leren over dieven en diefstal in de strip. En we beginnen met twee reeksen of twee albums uit de reeks Vrije Vlucht. Van de hand van Vives, namelijk De Grote Odalisk en Olympia. En dat gaat over drie vrouwelijke inbrekers, Alex, Carol en Sam. En die gaan De Grote Odalisk, het schilderij van Ingres, in het Louvre gaan stelen. Nu, dat plan blijkt uiteindelijk een stuk ingewikkelder dan aanvankelijk gedacht. En dat leidt hen naar allerlei problemen. En de tweede reeks voor vandaag, die heet gewoon Inbrekers. En we volgen Olaf Mensom. Die wordt wakker in wat nog het meeste lijkt op een graf. Hij moet zichzelf uit de aarde uitgraven. En hij ontmoet, als hij eenmaal terug op de aarde is, een soort van godachtige figuur die hem een sleutel tot een paradijselijke wereld geeft. Je merkt het, echt realistisch is het niet. Nu, in die paradijselijke wereld, daar geniet hij volop totdat hij overvallen wordt, aangevallen wordt door een aantal kleine wezentjes die denken dat hij een smerige dief is. En ik heb ook de bende van Bono meer. We spreken eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. En Jules Bonneau, dat is een arbeider in een fabriek en die wordt daar, zoals vele arbeiders, uitgebuit. En hij heeft geen andere keuze dan zich in de misdaad te begeven, om zich te wennen tot het anarchisme. En het is het begin van een nieuwe vorm van misdaad eigenlijk, omdat hij begint banken te beroven met behulp van een nieuwe uitvinding, namelijk auto's. En afsluiten doe ik vandaag met de terugkeer van de wespendief. Dat was enkele jaren geleden de eerste doorbraak van Aimé de Jong, die we ondertussen ook al kennen van bijvoorbeeld Bloesems in de Herfst of Dagen van Zand. En een wespendief, dat is een roofvogel en die speelt toch een belangrijke rol in het verhaal. Volgens Simon, dat is een boekhandelaar wiens zaak spijtig genoeg langzaam failliet is aan het gaan. Totdat hij op een dag getuige is van een zelfmoord van een vrouw die zich voor de trein gooit. En dat voorval zal zijn hele leven veranderen. Dat is toch een beetje een zwaar verhaal, vind ik, dat laatste. Dat is inderdaad geen gemakkelijk onderwerp, maar Aimé de Jong met haar uitgepuurde zwart-wit tekeningen brengt dat heel, heel mooi in beeld. Ik kan het me zo voorstellen, ik zal dat stripverhaal een keer moeten komen lenen bij jullie in de Stripbib in Meissen. Nu, Axel, bedankt voor de uitleg en bedankt om het allemaal zo mooi te vertellen vandaag. Dankjewel, Paul. Graag tot volgende week. Dat was Axel van de Stribbib. De Stribbib in Meissen vind je aan de Brusselse Steenweg 44.